Wat vindt u als bestuurder van de algemene onderwijsstaking? Nou, ik heb al begrip voor dat er nu gestaakt wordt. Als je kijkt naar de salarissen, je kijkt naar de werkdruk die ervaren wordt, dan snap ik heel goed dat mensen zeggen, nu is het genoeg. Anderzijds vind ik wel jammer dat er zo negatief de nadruk wordt gelegd op zo'n ontzettend mooi vak, waarbij mensen zo ontzettend van betekenis kunnen zijn voor kinderen die in ontwikkeling zijn. Wat vindt u als directeur van de Wereldboom van de algemene onderwijsstaking? Maar er moet nog een stapje bij om nog meer voor de kinderen te gaan betekenen. Daar nog meer tijd voor vrij te maken, zodat we goed onderwijs kunnen blijven bieden aan de kinderen. Waar loopt u als directeur zo tegenaan? Dat de leerkracht aangeeft dat er heel veel administratie is. En ik zou graag willen dat de tijd die ze tot hun beschikking hebben, kunnen gebruiken voor professionalisering. Zodat ze bijvoorbeeld zeggen van ik heb affiniteit met muziekonderwijs, met cultuuronderwijs. Dat ze daar zich in kunnen ontwikkelen. Dat het daadwerkelijk die affiniteit die ze hebben ook daadwerkelijk in het lesgeven benut gaat worden. En dat die tijd die ze over hebben of die ze beschikbaar hebben, dat die niet in alle papierwerk en dossiers gaat zitten. En dat is wat ik graag zou willen. Hoe is de stemming onder uw onderwijzend personeel op dit moment? De stemming is positief. Ze hebben werkplezier, maar daarbij denken ze ook wel na over van wat brengt de toekomst. En de toekomst, het vak van leerkracht, is daar niet heel erg positief aangeschreven. Over een paar jaar zal het moeilijker worden om goede, capabele leerkrachten te hebben. En ik vind dat daar nog wel een slag gemaakt moet worden. En als ik bijvoorbeeld dan BUMA lees, dat mensen vanuit de bijstand, die moeten dan maar onderwijzen worden, dan vind ik dan ook disqualificatie van het vak. Want het is zo'n mooi vak, met zoveel ambitie, met zoveel passie voor de kinderen, dan vind ik dat er heel veel aandacht moet zijn om onze kinderen goed voor te bereiden. En daarvoor hebben we goede leerkrachten nodig. En om dat beeld te kantelen voor de toekomstige generatie is blijkbaar heel moeilijk. En hetzelfde speelt in de zorg. Ja, dat klopt. En ik denk dat het inderdaad hetzelfde voor de zorg speelt, van de maatschappij moet laten zien dat ze het waarderen. En dat ook de overheid dat voldoende waardeert door middel van geld of andere ondersteuningsmogelijkheden. Precies, daar heeft u helemaal gelijk in. Wat is uw mening over de algemene onderwijsstaking? Ik denk dat het een goede zaak is dat de leerkrachten opkomen voor het onderwijs, superbelangrijk in Nederland, en aandacht vragen voor de problematiek. Nu is met name de onvrede in het primair onderwijs groot, maar nu is ook het universitair onderwijs en de middelbare scholen aangesloten. Ja. Denkt u dat dat zomaar uit de lucht komt vallen? Nee, ik denk dat de kern is met name werkdruk. Maar als het bijvoorbeeld gaat om salarissen, dan zit er wel een wereld tussen een basisschool dan wel iemand op de universiteit. Ik denk niet dat die reden heeft tot klagen. Wat vindt u van het salarisverschil? Ik denk dat de salarissen hebben een aantal jaren stilgestaan. Ik denk dat er nog wel een inhaalslag moet plaatsvinden. En dat zie je ook op Europees gebied, dat de salarissen van Nederlandse docenten echt lager zijn dan in onze omringende landen. Een recent onderzoek wijst uit dat naarmate je meer investeert in het onderwijs, de resultaten beter worden. Wat vindt u van die stelling? Ja, daar ben ik helemaal mee eens. En dan gaat het niet alleen om de leerkrachten. Want meer salaris wil niet zeggen dat mensen meer tijd krijgen. Maar ik geloof ook echt wel in bijvoorbeeld groepsgrootte. Heb je groepen van 30 kinderen, zoals bijvoorbeeld heel vaak op een basisschool het geval is. Of heb je een groep van 20 kinderen. Dat betekent meer aandacht kunnen geven. En dan komen kinderen beter tot bloei. Stel, als u jaarlijks 10 miljoen erbij zou krijgen, wat zou u daarmee doen? Groepen verkleinen. Meer ondersteuning, meer mensen in de klas. En dan zul je zien dat de resultaten en de talenten van kinderen beter worden.